Je kent het wel, je hebt nog maar een paar minuten, de gate sluit en je koffer gaat als ongeleid projectiel achter je aan. Waarom doet hij dat en kunnen we dat ook voorkomen? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Zijn die koffers nou ook jouw frustratie? Nou, ik was laatst zelf op het vliegveld en ik merkte dat ik ontzettend aan het hannesen was met mijn eigen handbagage. En ik keek zo een beetje om me heen en ik zag ook zoveel mensen lopen te klungelen. En wat valt jou als werktuigbouwkundige daar dan op? Nou, ik had mijn koffer in mijn rechterhand, zeg maar mijn kofferhand. En links had ik een bekertje koffie. En ik liep zo over het vliegveld en ik merkte dat die koffer als het ware wilde omdraaien of weg wilde rijden. En hoe gaan we dan dit enorme probleem oplossen vanuit de wetenschap? Nou, we hebben hier te maken met een stabiliteitsprobleem. Een stabiliteitsprobleem. Vertel. Nou, bij een stabiliteitsprobleem moet je denken aan problemen waarbij iets net misgaat. Denk bijvoorbeeld aan een caravan achter een auto. Niks aan het handje, maar als je net iets te hard remt, dan schaart hij. Of als je met een sleetje de berg afgaat en je zit net iets te ver naar voren, ja, dan val je om. Dat hebben we bij die koffertjes ook. Oké, we gaan samen op vakantie. Ja. Twee koffers. Koffer 1, koffer 2. En je hebt natuurlijk altijd in je handbagage heb je lichte spullen en zware spullen. Hè? Dus bijvoorbeeld boeken, maar ook je zwemspullen. En wat heel erg belangrijk is voor het stabiliteitsprobleem, is waar het zwaartepunt van die koffer komt te liggen. Dus waar stop je de zware spullen, waar pak je die in? Want daar ligt duidelijk het zwaartepunt en bij mij ligt dat aan de andere kant. Ja, precies. Dus eigenlijk moet ik bij het inpakken al goed nadenken wat ik waar doe, zodat ik daarna snel door naar de balie kan met mijn koffer. Ja, precies. En dan gaan we nu uitzoeken welk van deze twee koffers eigenlijk het fijnst loopt. We hebben allebei de koffers ingepakt. Ik heb koffer 1, jij hebt koffer 2. Dat betekent dus bij mij ligt het zwaartepunt aan de achterkant. Bij jou aan de voorkant. Voor ons allebei is rechts onze kofferhand. We gaan eens even een stukje lopen en dan kijken wat er gebeurt. Nou, jij hebt volgens mij de betere. Ja, ik loop hartstikke lekker. Nou, hoe vond je het gaan? Nou, hij zwengt enorm naar rechts. Ja, en ik had eigenlijk helemaal geen probleem. Nou, jouw koffer die is eigenlijk van nature instabiel. En dat komt omdat jouw zwaartepunt ligt voor je handvat. Ja. Bij mij ligt het achter mijn handvat. Als jij nou gaat lopen, dan wil je eigenlijk die koffer ook omver duwen. Zodra die een beetje scheef staat, wordt het eigenlijk alleen nog maar erger. Nou, als je dan vooruit gaat lopen, dan ben je dus voortdurend bezig om die koffer te corrigeren. En dat maakt het lopen met zo'n instabiele koffer zo vervelend. En nu hebben we net even gelopen, maar meestal ben ik aan het rennen over het vliegveld. Dus wat gebeurt er dan? Nou, laten we dat even proberen. Oké, we hebben 1 minuut en we moeten naar gate D64. Oké, daar gaan we. Nou, wat merkte je nu? Nou, zo komen we nooit op tijd. Nee, rennen is ook zeker niet de oplossing, want het is eigenlijk een zelfversterkend effect. Dus ten opzichte van gewoon rustig lopen, wordt het eigenlijk alleen maar erger. Maar als ik nou toch nog maar 1 minuut heb en dus geen tijd heb om hem opnieuw in te pakken, wat kan ik dan nog doen? Nou, in dit geval kun je gewoon het beste je koffer dan even aan je linkerhand vasthouden. Dat is misschien niet je kofferhand, ja. Maar dan zit ook bij jou het zwaartepunt aan de achterkant en dan kan je in ieder geval fijn lopen. Dus de volgende keer dat je op vakantie gaat, bepaal je eerst je kofferhand. Dan leg je het zwaartepunt aan de achterkant. En heb je het nou verkeerd gedaan, dan wissel je gewoon van hand. Zo ga je elk vliegtuig halen. En dit was het lab. Heb je zelf nou ook een vraag? Zet hem dan hieronder in de comments. En dan gaan wij ermee aan de slag.